dus achter ons hier hoor je al het gehamer en getik. We zijn hier bezig aan de grensring van Rins Collectief. We zijn een collectief van Belgen en Nederlanders die dan hier een klankwandeling over en op de grens bouwen. En dit is onze installatie, de grensring, waarbij dat we van de dode bomen een aantal modules hebben gemaakt, zodat we dus deze opstelling in elkaar aan het steken zijn. En we doen dat samen met de lokale bevolking, zowel Belgen als Nederlanders. We hebben daar ook een aantal internationale mensen die ons mee komen helpen. We hebben André uit Tsjechië, die is hier ook heel de week om ons erin bij te staan. Op die manier niet alleen gewoon een klankwandeling te maken, maar ook door samen iets te bouwen, een verbinding aan te gaan. Dus dat is een beetje het idee erachter. Dus we hebben vanuit het dode hout een module gemaakt, waar dat er een leerbaar proces is om het te bouwen. En daar zijn we nu volop aan bezig. Van een langspel filmen worden. Maken we die elke keer in paardjes, hè? Ze blijven wel uit. Het is een mij dat ik meer vertrouwen heb in een bankschroef. Kom nou, eens daar weer. Ja, dat is heel lang gedaan. Moet een keer in de tegenhouden. Dat is het verschil. Ik ben niet zo goed behost bij zijn kop. Hier is al een vleugel, dan schrijven we eruit geen jongens of iets daarom. Dat is misschien waar appelen zijn. Daar is het. Maar hij had dat dan direct oversluit. Als hij genoeg niet schip genoeg is, dan sluit hij 40 uur naar de deur wordt. Ik zei, het probleem is nu dat gelijk hoe dat we dieper slaan, gaan we die sowieso hier plooien. Want die hoekjes, kijk die rond hier, is eigenlijk te groot. Dan moet een veel rechter hoek zijn. Maar als je nu slaat, sla je eigenlijk pas hier. En dan geef je dus zodanig naast je ijzers, dat je ijzers hier gaan beginnen plooien, gelijk dat hier eigenlijk gebeurd is. Dus het belangrijkste is die hoek. Dat die hoek waar rond is, dat geeft niet, maar die hoek moet echt zo scherp mogelijk zijn. Goed of niet? Die druk nog eens uit. Die druk nog een keer uit. Nee. Ja, die hoek. Anders kom hier ook. Anders kom hier ook. Ben hier niet over. Nee. Ja. Maar dat koud is, dat heb ik wel gezien. Goed, dat is hier. Ze hebben een mal gemokt. En daar moet dus een boomstammetje in. En dan wordt er hier, samen met deze hier,
dan komt deze hier over. Ben je zeker dat het zo moet? Nee, nee, echt niet, echt niet. Nee, want ik ben hier... Ik zal hier wel niet goed bezig zijn, neem ik aan. Het is echt nog uitzoeken, hè. Het is echt... Moet je het hier gelijk zetten? Maar ja, dan zwier ik hem hier helemaal af, dus dat kan... Nee, het is even... Ze hebben er nog geen papieren van de IKEA van gemokt. Maar ik denk dat we gewoon voor zelf voor IKEA gaan spelen. En dat komt allemaal wel goed. Hè. Het zal niet simpel zijn, maar... Dat komt hier wel goed. Oh ja, ik ben er dan. Ja, nog een rondje. Yeah. Oh nee, dit zijn de laatste spijkers. Wat willen jullie doen? Dat zijn er niet meer. Chris, dan gaan we wel de grote spijkers moeten hebben. De grotere. Want ze zijn op. Ja, dan doen we het met de grote. Ja? Zo, eerst zijn we de kleintjes opstappen. Allee. Eerst de kleintjes op te gebruiken, dan voel je echt super hard van die vat. Ik heb een batterij nog laten. Ik heb niks gekauwd. We moeten de binnenkant zien. Doet die van mij, maar stik die maar in. Hebben jullie al een tweede ronde geboord? Of? Ja, van buiten wel. Van buiten. Dan dat zal ik die al doen, want hier is hem nog aan het puzzelen. Heb jij nog steek? Dat is wel een lange, daar zit ik nog. Ik heb er hier nog. Ah, wacht, hier. Of zitten ze er al in? Hier. Ja, ja, hebben ze er al. Ah, ik heb er nog, mannetjes. Wacht, met die schoenen zitten al klaar. Ja, ze zitten ook al klaar. Ja, die gaat toch niet. Niets? Nee, maar het is toch wel eens geen over. Het zijn wel grote spijkers, hè? Ik heb er dus. Ja. Ga je dit er zelf in timmeren? Nee, die moeten we inzetten. Ik heb hier, dit is een voorbeeld van de bankjes die op de wandelroute staan. En dat wanneer de wandeling wordt gelopen, je even een rustmomentje pakt op het bankje. En dan maakt de app verbinding met het apparaatje in het bankje, waardoor er een geluidsfragment gaat afspelen. Een grensverhaal. Volgens de app is heel de route uitgestippeld, waardoor je kan zien waar je loopt en waar je naartoe moet om de bepaalde grensverhalen te beluisteren. We hebben de Bluetooth-apparaten geïnstalleerd in de bankjes. En de bankjes staan dan verspreid over heel de route door het bos. En de app staat in connectie met de apparaatjes in de bankjes, waardoor we precies weten welk grensverhaal afgespeeld moet worden. Zonder smartphone heb je hier niks te zoeken. Nou, in het museum, hier in Klingen, zijn er ook apparaatjes ontwikkeld die zonder smartphone te gebruiken zijn. En dat zijn eigenlijk GPS-apparaten. Die kijken constant waar je op dat moment bevindt. En bevind je zich dichtbij op een plek waar een bankje staat, gaat er ook een geluidsfragment, een grensverhaal afspelen. En die apparaatjes zijn bij het museum in de Klingen af te halen, elke zondag. En ja, dus dan kan het ook zonder telefoon gebruikt worden, ja. We gaan natuurlijk een nieuwe manier van werken in tegenwoordig. En alles gaat via de smartphone. En daarom is er ook voor mensen zonder smartphone iets bedacht, dat het alsnog gebruikt kan worden, ja. Dit zijn ze dus, onze grensbankjes. En op heel deze route zijn 10 bankjes, punten te vinden. 10 verschillende grensverhalen van lokale bewoners natuurlijk. Je ziet hier een QR-code heel mooi aan de zijkant van het bankje. Ja. Wanneer je die QR-code hebt gedownload, dan zie je dus een app. Die app die download je. Je laat alles toe van locatievoorzieningen. En je ziet dan een kaart dat je kan bewandelen. Er wordt ook heel goed aangegeven waar dat jij bewandelt op dat punt. Op het moment dat je aan een bankje komt, dan gaat automatisch die track afspelen. Dus hoef je niks voor te doen. Dus je hebt alle zintuigen vrij om deze streek te beleven eigenlijk.